Welkom bij een nieuwe aflevering van Bij de Hond in de Pot. Vandaag spreek ik met professor Matthias de Smet uit Gent, van de Universiteit van Gent. Welkom. We hebben elkaar al een paar keer eerder gesproken, maar dan niet in het openbaar. En je bent twee keer in de nieuwe wereld geweest. En je hebt ook een paar artikelen geschreven die me meteen opvielen. En vooral wat je vertelt over het onderwerp massavorming. Zou je dat even kunnen, misschien nog even jezelf voorstellen? Want in Nederland heeft niet iedereen al die afleveringen gezien van de nieuwe wereld. Ja. Ja, ik zal dat met plezier nog eens beknopt beschrijven. Dus massavorming is eigenlijk een psychologisch, maatschappelijk fenomeen, waarbij een maatschappij sterk gegrepen wordt door een bepaald verhaal. En dit in die mate dat de aandacht van de maatschappij zich vernauwt tot enkel datgene wat door het verhaal aangeduid wordt. Dat is eigenlijk ontstaat typisch onder specifieke omstandigheden. En in omstandigheden waarin er zeer veel angst, psychisch onbehagen, gebrek aan zinverlening en ook gebrek aan sociale band aanwezig is in de maatschappij. Zoals nu, hè, zoals in de periode die voorafging aan de coronacrisis eigenlijk, waarbij je zag dat er immens veel antidepressiva geslikt werden, 300 miljoen dosissen per jaar in België. Waarbij je ook zag dat de burn-out epidemische vormen aannam. Eigenlijk als men bij enquêtes die nagingen, onderzoek suggereert dat een zeer groot deel van de bevolking bijvoorbeeld weinig of geen zin zou ervaren hebben op de werkvloer. Dus als men aan mensen vroeg waarom men wat de zin was van hun werk, of wat ze als de zin van hun werk zagen, dan antwoordde een verbazingwekkend hoog percentage, de getallen variëren wat, de cijfers variëren wat, maar dat men eigenlijk geen enkele zin zag in het eigen werk. Dus veel angst, onbestemde angst, veel gebrek aan zinverlening, ook wegvallen van sociale band, leiden typisch tot een toestand waarbij een bevolking enorm gevoelig is voor een verhaal dat een object van angst aanduidt. Dus mensen verdragen onbestemde angst, angst die ze niet kunnen koppelen aan iets, heel slecht. En in zo'n omstandigheden zijn ze zeer gevoelig voor verhalen die angst aan iets toeschrijven. In dat geval koppelt al die angst en al dat onbestemde onbehagen zich in één klap aan dat object van de angst en wordt de angst daardoor een stukje hanteerbaarder. En dat leidt tot een soort psychologische winst. In plaats van een oncontroleerbare angst, heeft men dan een controleerbare angst. En terzelfde tijd, en bijvoorbeeld het verhaal over het coronavirus is zeker zo'n verhaal dat zeer geschikt was om onbestemde angst aan zich te koppelen. En terzelfde tijd ontstaat er een soort energieke, gezamenlijke, maatschappelijke strijd tegen dat object van de angst. En we hebben dat onder andere ook gezien in Nazi-Duitsland, maar ook onder het Stalinisme. En dus een eenvoudig, simplistisch, populistisch verhaal duidt een object van angst aan, de Joden of de aristocratie. En de bevolking schaart zich of verenigt zich in een energieke strijd tegen dat object van de angst. En daardoor ontstaat er eigenlijk een soort herstel van zinverlening. Er ontstaat een soort basale zinverlening in die gezamenlijke strijd tegen het object van de angst. En wordt ook een stuk de sociale band hersteld. Dat is allemaal zeer beperkt, maar toch, dat verhaal dat oprijst in de maatschappij, zorgt dat angst controleerbaar wordt en zorgt dat er ook een energieke, bijna heroïsche strijd aangegaan wordt met dat object van de angst, waardoor er ook een stuk sociale band ontstaat. Dus wat gebeurt er eigenlijk? Eigenlijk gebeurt er een soort transformatie van angst, gebrek aan zinverlening en onbehagen, een soort transformatie in het omgekeerde. En verbondenheid, controle van angst en ook een kanalisatie van frustratie. Alle frustratie die in de maatschappij aanwezig was, wordt bij wijze van spreken uitgewerkt op dat object van de angst. Dat zorgt voor een soort psychologische roes. En die transformatie van angst en die energieke strijd tegen het object van de angst zorgt voor een soort roes en zorgt voor een heel specifiek effect dat heel vergelijkbaar is met hypnose. Zorgt ervoor dat het aandachtsveld zich vernauwt tot het puur nog dat object van de angst omvat.
en die strijd tegen het object van de angst. Met heel desastreuze gevolgen in veel gevallen. Hè. Bijvoorbeeld dat men werkelijk alle aandacht verliest voor wat zich buiten dat vernauwde aandachtsveld bevindt. Bijvoorbeeld, we zien dat men in de media constant spreekt over het aantal slachtoffers die door corona gemaakt worden. Maar wat volledig veronachtzaamd wordt, is het feit dat de maatregelen zelf ook zeer veel slachtoffers maken. Dus men, de VN, Oxfam, 11-11-11, waarschuwden allemaal al dat er eigenlijk door honger meer slachtoffers zouden vallen. Door honger ten gevolge van de lockdowns meer slachtoffers zouden vallen dan er mogelijk door het virus konden gevallen zijn. Maar vreemd genoeg heeft dat geen maatschappelijke impact. En dus dat valt buiten het vernauwde aandachtsveld. En daardoor lijkt het alsof het niet bestaat. Op zijn minst psychisch, emotioneel, is een maatschappij op dat moment niet meer in staat om een soort geproportioneerde empathie te tonen, ook voor die andere slachtoffers. Niet alleen voor de coronaslachtoffers, maar ook voor die andere slachtoffers. Dat is een zeer typisch iets voor massavorming. We hebben dat gezien telkens het opgang maakte in de 20e eeuw, het fenomeen van massavorming. Een opvallend, merkwaardig gebrek aan empathie voor datgene wat buiten het vernauwde aandachtsveld valt. Ja? Ja, we kunnen bijna het gesprek al stoppen, omdat het zo perfect in mijn ogen ook beschrijft in de situatie waar we nu zitten. Je zei de situatie Nazi-Duitsland met de Joden en in Rusland met de aristocratie. Zijn er nog andere voorbeelden? Jij bent professor bij welke universiteit? De Universiteit van Gent. Dus ik geef daar klinische psychologie. Ik geef een aantal vakken in de opleiding klinische psychologie. Zijn er nog andere voorbeelden? Wel, hè? Dat is een zeer goede vraag. En dus eigenlijk zie je dat historisch het fenomeen van massavorming eigenlijk maar echt opgang beginnen maken is. Er waren daarvoor vergelijkbare fenomenen ook. Maar het fenomeen van massavorming, zoals ik er nu over spreek, is pas echt opgang beginnen maken. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. En dat is eigenlijk samen met het door het verdwijnen van de sociale klassen, zegt men wel eens, de maatschappelijke klassen, ontstond er een nieuw soort groep, een massa, hè, die eigenlijk andere psychologische kenmerken had. Heel specifieke psychologische kenmerken. Ik heb daarnet gesproken over een soort gebrek aan empathie voor wat buiten het door de massavorming vernauwde aandachtsveld valt. Maar je mag dat bijvoorbeeld absoluut niet verwarren met een ordinair egoïsme. Want dat klopt niet. En de massa is net in staat tot het aan de kant schuiven van al haar egoïstische motieven. Of ik ga het anders zeggen, het individu, gegrepen door massavorming, is op een merkwaardige manier in staat om alle egoïstische voordelen en overwegingen terzijde te schuiven. Dat was iets dat frappeerde, dat verblufte bij het nazisme en bij het stalinisme, dat mensen zonder zich te bezinnen in hun eigen destructie liepen, dat ze zonder zich te bezinnen al hun persoonlijke voordelen niet ten afnemen. En nu zien we dat eigenlijk ook. Hey, we zien dat die maatregelen de bevolking raken in hun meest vitale belangen. En we zien dat er merkwaardig weinig protest is. Hè? Dat de bevolking dat merkwaardig gedwee aanvaardt en ook merkwaardig gedwee de absurde elementen aanvaarden in het beleid. Ik zeg niet dat alles absurd is, maar er zitten veel absurde elementen in. En men aanvaardt dat merkwaardig gedwee, zelfs als dat tot gevolg heeft dat men eigenlijk zijn welvaart, zijn vrijheid verliest, hè? Zijn plezier verliest in het leven. Dus dat is een zeer belangrijk iets dat toont dat massavorming niet, of dat het gebrek aan empathie voor een bepaalde groep niet te verwarren valt met ordinair egoïsme. En dat toont ook absolute overeenkomst met hypnose. En dat is hypnose. Bij hypnose richt de hypnotiseur het aandachtsveld zeer specifiek op een bepaald object. En daarna, eenmaal de persoon het aandachtsveld vernauwd is, eenmaal de persoon onder hypnose is, kan men met die persoon alles doen, zolang het buiten het vernauwde aandachtsveld valt. En bijvoorbeeld, in Luik worden er jaarlijks honderden mensen geopereerd onder hypnose via een zeer eenvoudige procedure. De anesthesiste, Marie-Elisabeth Fermonville, richt de aandacht op een bepaald aangenaam iets en dan doet ze teken naar de chirurg
Begin maar en daarop kan de chirurg probleemloos in het lichaam insnijdingen maken en een operatie uitvoeren. Zeer zware operaties. Hè. Toont hoe enorm vervoerend en krachtig die vernauwing van de aandacht is. Hè. In die mate dat men probleemloos de lichamelijke integriteit kan schaden en ook de psychologische integriteit. Op een gelijkaardige manier. Hè. Dus dat zijn sterke overeenkomsten tussen hypnose en massavorming. Daarnaast is het ook zo dat er een belangrijk verschil is. En dat is minstens even belangrijk. Namelijk, bij hypnose is één van de partijen, namelijk de hypnotiseur, wakker. Het aandachtsveld van de hypnotiseur is niet vernauwd. Bij massavorming is het meestal omgekeerd. Hè. Is zowel de zogenaamde menner van de massa, als de massa zelf, zijn in de greep van het verhaal. En meer zelfs, de menner van de massa leidt vaak aan een nog sterkere vernauwing van het aandachtsveld. In dit geval, sommige experten, virologen bijvoorbeeld, zijn door hun opleiding al zodanig, hun aandacht is al zodanig gegrepen in een biomedisch, reductionistisch wereldbeeld en zodanig gericht op virussen en hun gevolgen, dat ze vaak nog blinder zijn dan de bevolking voor alles wat zich buiten de cirkel bevindt waarop het verhaal de aandacht richt. En dat toont ons, verklaart hoogstwaarschijnlijk, dat is een fenomeen dat soms expert blindness wordt genoemd, dat verklaart waarom de experts vaak fouten maken in deze crisis, die een leek normaal niet zou maken. Opvallende reken- en talfouten, opvallende redeneerfouten, dus we kennen er allemaal, we hoeven ze wellicht niet op te sommen, die tot een soort verbazing leiden bij het wakkere deel van de bevolking en vaak tot de overtuiging dat er een complot aan de gang is. Men denkt van, dit is onmogelijk. Niemand kan zo'n fouten maken zonder ze kwaadwillig te maken. Maar het is, ik betwijfel dat het dus ten zeerste of dit in het spel is. Ik denk dat het fenomeen van expert blindness veel meer verklaart. Hè. Er is trouwens een vraag, die vraag, van wat is er aan de hand, hoe kan je dat verklaren, wordt gesteld door quasi elke auteur die zich met het fenomeen massavorming heeft beziggehouden, net omdat de verleiding zo groot is om er een bewuste, intentionele, kwaadwillige machinatie in te zien. Maar bij mij weten alle grote auteurs, gaande van Gustave Le Bon tot Hannah Arendt, hebben de vraag negatief beantwoord en gezegd van nee, het is voor het grootste stuk een onbewust psychologisch proces dat iedereen in zijn greep heeft en dat tot een verbluffende psychologische blindheid leidt. Ja, want dat is inderdaad precies de dingen die jij beschrijft. Ik hoor dan professoren, epidemiologen, virologen redeneringen geven, waarvan je denkt, ja, ik ben docent geweest statistiek en onderzoek, waarvan ik een eerstejaars had ik er een 1 gegeven voor. Logica fouten van oorzaak en gevolg omdraaien, correlaties en causaliteiten gewoon verwarren. En de mooiste daarvan vond ik dat ze op een gegeven moment ging het over aerosolen. En toen zei Van Dissel en de jongens, dat is onze minister van VWS, die zeiden, ja, kijk, aerosolen kunnen helemaal niet belangrijk zijn, want we hebben onze maatregelen genomen half maart zonder rekening te houden met aerosolen en die hebben gewerkt. Dus aerosolen kunnen daar geen rol bij spelen. En dan zegt een professor op tv dat, ja, en dan kan ik hem inderdaad bijna niet indenken dat hij dat zelf ook gelooft, maar ja, ik denk echt dat hij dat zo gelooft. Dat hij niet eens nadenkt wat voor dommigheid hij eigenlijk uitkraamt. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat hij het echt zal geloven. Dat is wat Gustave Le Bon bijvoorbeeld zegt. De menners van de massa worden zelf gemend door een bepaalde ideologie, door een bepaald verhaal. En in de massa, zegt hij, is de intelligente mens of de persoon met zeer veel kennis en de persoon zonder kennis gewoon even slim, zegt hij. En dat is eenvoudigweg doordat een computer, een brein, hoe sterk het ook is, slechts kan werken met de gegevens die beschikbaar zijn, met de gegevens die binnen het aandachtsveld vallen. Dus
Wat daar buiten valt, is simpelweg niet ingebracht in de computer. En daar kan geen rekening mee gehouden worden. En dat is wat je ziet en wat het verbluffende is. Dat mensen precies bepaalde gegevens mentaal niet ter beschikking hebben. En doen, redeneren en handelen alsof ze niet bestaan. En ik denk dat het ook bij de meeste mensen ook echt zo is. Althans, zeker in het begin van het fenomeen van massavorming. En dat moet erbij gezegd worden, want na verloop van tijd heeft iedereen zich met een bepaalde rol geïdentificeerd. En bijvoorbeeld de expert heeft zich zeer sterk geïdentificeerd met de rol van expert binnen een bepaalde crisis. En vanaf dan begint hij ook meer en meer bewust te beseffen van ja, hè, dit verhaal moet aan de gang blijven, moet als juist overeind blijven, of ik ga rekenschap moeten van afleggen. Dus dat is een fenomeen, naar gelang een fenomeen van massavorming vordert, veranderen de psychologische mechanismen ook wel wat. En in het begin, na verloop van tijd, heeft iedereen zich met een bepaalde rol in het verhaal geïdentificeerd en probeert hij ook meer bewust, denk ik, vanuit dat die rol te verdedigen, veronderstel ik. Maar in wezen, in instantie, is het een feit dat de expert meestal nog blinder is dan de massa zelf of de bevolking. Ja, want wij zien dat verschijnsel in Nederland heel sterk. Daar zien we, daar hebben we een RVM, dat is de ambtelijke organisatie die onder het ministerie valt, waar de baas professor Van Dissel de leiding aan geeft, althans dat gedeelte wat over dit virus gaat. En er is gevormd in Nederland een OMT, een Outbreak Management Team, die uit een groot aantal specialisten bestaat. De regering vraagt advies aan het OMT over allerlei dingen ten aanzien van maatregelen. Dat OMT komt dan bij met als voorzitter Van Dissel. En die komt dan met één advies. Dat advies wordt bijna standaard door de regering overgenomen. En vervolgens, wat er nog extra component is, die jij nog niet beschreven hebt, maar ongetwijfeld erbij hoort, dan zie je voortdurend in de media de leden van het OMT verschijnen bij talkshows, in nieuwsshows, geïnterviewd worden, waarbij ze als het ware alleen bevestigen datgene wat ze in het advies hebben gegeven, waarbij de media vervolgens ook ten aanzien van de informatie in de overtreffende trap gaan, zodat ook die positie van zo'n OMT eigenlijk, dat is het Kremlin geworden in Nederland, waar ook de politici, ja, zeker Rutte en De Jonge, die zijn de belangrijkste in Nederland ten aanzien van de besluitvorming, ja, zich volledig aan onderworpen hebben. Ook omdat elk moment als zij daarvan zouden afwijken, de personen van het OMT vervolgens in talkshows gaan zeggen dat dat toch wel heel onverstandig is. En als er dan 3 dagen later 10 doden meer vallen dan verwacht, dan moeten de Rutte rekenschap gaan geven dat hij iets anders heeft gedaan dan het OMT. Dus daar zit het Kremlin, is het OMT, met De Jonge als met Van Dissel als de grote baas. En de regering heeft zich daar volledig aan onderworpen. En er zit wel spanning in die regering, want er zijn wel bijvoorbeeld de minister van Financiën of Economie, zijn wel mensen die de uitvoering en de consequenties zien, maar ze komen er helemaal niet door, omdat die twee dominante figuren, Rutte en De Jonge, ja, volledig vastgeklonken zitten aan het OMT. Herken je daar deze componenten dan ook in? Ja, wel. Ik denk dat dat is een van de mechanismen die spelen en die zorgen dat iedereen gegrepen wordt binnen dat verhaal en er ook in gedwongen wordt. Hè. Ik denk inderdaad, we hebben iets zeer vreemds meegemaakt in het begin van de coronacrisis. Eigenlijk hebben we op zijn minst tijdelijk de overgang meegemaakt van een democratie naar een technocratie, een totalitaire technocratie. Hè? Dus waarbij plots is er een probleem, of wordt er een probleem ervaren met een virus. En wie is er dan de autoriteit binnen onze maatschappij? Dat zijn de virologen natuurlijk. In België herinner ik mij letterlijk een krantenkop naar aanleiding van een minister die het aangedurfd had om tegen de wil van de virologen in te suggereren dat de scholen opnieuw geopend moesten worden tijdens de eerste lockdown. En de dag erna stond er een artikel in de krant
gericht aan de betreffende minister. Wat ken jij van virussen? En inderdaad, dus de autoriteit wordt bij de virologen gelegd. En eigenlijk politici riskeren bijna letterlijk niet alleen hun carrière, maar hun leven als ze zo vermetel zijn, zo gezegd, om tegen de beslissingen van virologen in te gaan. Terwijl men vergeet dat men nooit een maatschappij kan leiden op basis van wat men ziet onder een microscoop. Hè. Men moet de volledige maatschappij in rekening brengen. En dat is wel degelijk. Daar is wel degelijk, dat is wel degelijk dus de expertise van een politicus. Hè. De maatschappij leiden en niet van een viroloog. Maar inderdaad, ze kunnen daar moeilijk tegenin gaan. De viroloog wordt gezien als de autoriteit. Degene die over de kennis beschikt. En die dus inderdaad ook de massa leidt. Hè. Dat is eigenlijk... bijvoorbeeld het fenomeen hypnose komt eigenlijk maar tot stand als men autoriteit toeschrijft aan de hypnotiseur. Dus het toeschrijven van autoriteit is zeer belangrijk. En aan wie wordt de autoriteit in deze toegeschreven? Aan een viroloog. En doordat alle angst en gekoppeld is aan een virus, richt men de hoofden automatisch naar een viroloog om te horen welke actie er moet ondernomen worden. Dus dat is een zeer moeilijk mechanisme. Ik heb begrip voor beide partijen. Ik denk dat de virologen in veel opzichten ook tegen wil en dank in die positie geschoven zijn. En dat ze soms zich terecht afvragen hoe dit gaat eindigen. Ik denk dat ze er niet altijd even gerust in zijn als men soms vermoedt. Maar ook zij kunnen niet meer terug. Ze hebben zich met die rol geïdentificeerd. En voor hen is het... Ze kunnen wel terug, maar het is moeilijk. Het is niet gemakkelijk. En de politici... op hun beurt, zitten ook in een redelijk machteloze positie. En dus in dat opzicht denk ik dat het fenomeen van massavorming is eigenlijk, en van de eraan gepaarde, eraan gekoppelde totalitarisering op staatkundig vlak, is eigenlijk een fenomeen dat we in de eerste plaats moeten zien als een complex iets, een soort dynamiek die oprijst in een maatschappij, die iedereen in zijn greep heeft, en die door niemand alleen gestuurd wordt. En er is geen enkele partij, denk ik, die deze crisis beheerst. Iedereen is er op zijn manier in gegrepen, wordt erin meegezogen, neemt er verschillende posities in. Er zullen zeker mensen zijn, ik zeg dat altijd, die hun voordeel halen uit de huidige situatie en die zich in dat opzicht het verhaal proberen aan te zwengelen eerder dan het te laten kalmeren. Maar in wezen is er niemand die hier de controle heeft over de situatie, denk ik. Dat is mijn voorzichtige mening. Hè. Dus, ja. Ik ga mij daar niet... dat zou het object van een zeer grondige studie moeten zijn, maar ik denk dat we het best in eerste instantie zien als een complex maatschappelijk fenomeen dat iedereen meesleurt, waar sommigen gebruik van maken, waar anderen zich sterk tegen verzetten, maar dat zich aan de greep van elk individu onttrekt. Ja, het interessante is dat ik veel daarvan inderdaad al ken. En ik heb ook nogal veel contacten, ook achter de schermen, ook hoog in de regering. Zelfs voor premier Rutte heeft in een interview vlak voor kerst gezegd dat hij, hij luistert niet naar iedereen, want hij is, ja, mensen hebben ook hele vreemde opvattingen. Maar hij een bepaald soort critici, daar hecht hij wel waarde aan. En toen noemde hij mij letterlijk en zei, ja, Maurice de Hond en... met dat aerosolen ventilatieverhaal, ja, dat neem ik serieus. Mijn reactie was, maar ik hoor het nooit zeggen. Ik hoor hem nooit dat zeggen, denk aan ventilatie, denk aan dat en dat. Omdat Van Dissel dat ook niet echt expliciet zegt. Dus je merkt inderdaad, compleet gevangen in dat geheel. Maar wat ik nou eigenlijk nog wat interessanter nu vind voor ons, want ik denk dat ik... vrij snel, ik was natuurlijk de eerste dagen, wist ik ook niet wat er gebeurde, maar toen ik naar de feiten bleef kijken, toen had ik ook het gevoel, ja, de manier waarop je, vooral begon door mij, de manier waarop je besmet wordt, dat loopt niet via grote druppels, vooral, en via voorwerpen, dat moet op een andere manier gebeuren. Nou ja, zo ben ik die hele discussie ingekomen, daarmee heb ik ook blogs geschreven. Mm. Maar wat ik het meest fascinerende nu vind, in het constateren van wat we allebei nu geconstateerd hebben, is... hoe komen wij hier nu uiteindelijk uit? Hoe gaat het volgens jou nu verder verlopen? Dat is een zeer goede vraag. Ik ben daar ook iets over aan het schrijven. Van
En ik denk dat we het niet mogen onderschatten. En dus het verleden heeft getoond dat processen van massavorming, eenmaal ze in gang gezet zijn, zich niet gemakkelijk laten doorbreken. Hè. Omdat precies er zoveel begint van af te hangen voor de protagonisten. En dus je ziet dat. Dus het proces van massavorming wordt eigenlijk, is eigenlijk gekoppeld aan het fenomeen van de totalitarisering van staten. En dus aan het fenomeen van de totalitaire staat. Dus een fenomeen dat, net als massavorming, eigenlijk een nieuw fenomeen was in de 20e eeuw. En voor het eerst in de 20e eeuw is opgekomen. Met als grote voorbeelden het nazisme en het Stalinisme. En Hannah Arendt is de persoon... toevallig ligt haar boek hier naast mij. Dus Hannah Arendt is eigenlijk de filosofe die eigenlijk een van de belangrijkste werken geschreven heeft over het fenomeen, van het oprijzen van totalitaire systemen, die dat ook uitdrukkelijk koppelde aan massavorming. En zij, een van de kenmerken die ze beschrijft, is dat als een verhaal tot massavorming leidt in een maatschappij en tot erbij aansluitende totalitarisering, want er is een kenmerk, hè. Massavorming is blind en gelooft dat het verhaal waarin ze gegrepen is, de totale waarheid is. En vandaar de link met het politieke fenomeen van de totalitarisering van een staat. En maar Hannah Arendt beschrijft dat als zo'n verhaal zich eenmaal ingesteld heeft rond een object van angst, dan moet dat verhaal altijd maar blijven verder gaan. Er moet altijd angst gecreëerd worden. En Hannah Arendt beschrijft dat zeer mooi. Hè. Dus, en eigenlijk George Orwell wist dat ook perfect. Hè. Hij beschrijft dat ook. Een totalitaire staat heeft nood aan imminent gevaar, dreigend gevaar. Er moet altijd een dreigend gevaar zijn. En dat is heel eenvoudig, omdat mocht de angst neerdwarrelen en verdwijnen, dan zou iedereen wakker worden. Men zou het verhaal niet nodig hebben. Men zou wakker worden en men zou zeggen, maar wat is hier in godsnaam gebeurd? En de eerste reactie zou bestaan uit een enorme agressie naar de voortrekkers van het verhaal, naar de experts, naar degene van wie men verkeerdelijk denkt dat ze de bevolking bewust onder hypnose hebben gebracht of misleid hebben. En? Ik denk, er is ook een factor van bewuste misleiding, we mogen dat nu ook niet helemaal minimaliseren, maar het is een bijzaak, denk ik. Dus die angst moet gaande gehouden worden. En je ziet dat, Hannah Arendt beschrijft dat omtrent de totalitaire systemen van de 20e eeuw. Ik zeg nog altijd, we zijn nu nog niet in dat stadium, en we zijn nog niet in hetzelfde stadium van de totalitarisering die we in het nazisme en het stalinisme op hun hoogtepunt meegemaakt hebben. Maar we zitten wel in een mogelijk voorstadium ervan, dat is zeer belangrijk. En we zien ook hier al dat kenmerk, dat men het verhaal aan de gang houdt. En we hebben in maart, was het basisnarratief, of het basisdoelstelling, flatten the curve. En de curve moest afgeplat worden, om de gezondheidszorg niet te overbelasten. Tijdens de zomer werd het crush the curve. Natuurlijk, de angst begon te dalen tijdens de zomer. En men moest ze terug aanzwengelen door een crush the curve als grote doelstelling te stellen. En nu zien we zelfs geen crush the curve meer. We zien een prevent the curve. En we moeten de curve voorkomen. Een derde golf zou niet vast zijn. En zo blijven we aan de gang. En we blijven aan de gang. Eigenlijk gegrepen in een vicieus mechanisme, een vicieuze cirkel, van altijd maar verder moeten gaan. Deze dynamiek draait op angst en de angst moet aangezwengeld worden. Dat is dat wat we als maatschappij over ons moeten over bezinnen. Hoe raken we hieruit? Zoals je zelf zegt. En dat is de grote vraag. En even onderbreken, want wat je nu ziet is, in Nederland gaan de cijfers naar beneden, de goede kant op. En je zou denken, wanneer gaan we wat afbouwen van de maatregelen? Er is helemaal nog geen traject geschetst. Maar vervolgens wordt nu de Engelse en de Zuid-Afrikaanse variant gebruikt om zelfs de avondklok voor te stellen. Dus precies wat jij nu beschrijft, zie je nu afspelen. Dat de cijfers worden beter. Dat wordt vrijwel genegeerd, want in Londen staan de ambulances in grote rijen voor de ziekenhuizen. En het OMT heeft weer geadviseerd om zwaardere maatregelen te nemen om te voorkomen dat de Engelse en de Zuid-Afrikaanse variant hier zouden gaan toeslaan. Terwijl zelfs in de plaats waar de Engelse variant het eerst is aangetroffen, in Nederland, eind november al in een gemeente boven Rotterdam, verlopen de cijfers sindsdien precies parallel met heel Nederland. Dus daalt.
En je zou minimaal denken, als hij daar al is opgedoken, dan zou hij daar toch wel moeten toeslaan. Maakt helemaal niet uit. Niemand die daar eigenlijk over praat. Het is, en je beschrijft dus precies, ze komen met de volgende en met de volgende en met de volgende. Want zelfs als ze over vaccinatie praten, dan roepen ze niet, nou ja, als je dan eenmaal gevaccineerd bent na 4 weken, dan is de bescherming 95%. Ja, dan hoef je geen voorzorgen te nemen. Nee, je moet nog alles precies zo doen zoals het was. Dus er zit ook helemaal geen traject in bij hen van wanneer is dit nou eigenlijk afgelopen? Nee. Ik heb dat in oktober al gezegd in mijn eerste interview in De Nieuwe Wereld bij Marlies Dekkers. Dat ik heb toen al gezegd, je zal zien dat het vaccin niet het einde van de maatregelen betekent. Want dit is, als je dat denkt, ga je volledig voorbij aan het globale plaatje, aan de volledige maatschappelijke dynamiek waarin dit verhaal past. De essentie, het kernprobleem, is niet het virus. Het is die enorme hoeveelheid angst en onbehagen die in de maatschappij aanwezig was en die als een motor dit proces verder drijft. Dus dit is de kern. En dus in dat opzicht gaat het verhaal aan de gang blijven, vrees ik. Je moet nu eens inderdaad de vraag stellen van wat in wezen is er in staat om een proces van massavorming te doorbreken. En dat is de grote vraag die we ons moeten stellen. En voor we die vraag beantwoord hebben, en het antwoord ook in de praktijk gebracht hebben, zullen we hier niet van afraken. Het is duidelijk, dus het proces van massavorming, totalitarisering, bereikt een hoogtepunt als alle zogenaamde dissonante stemmen verdwijnen. Dus eigenlijk is het een psychologisch proces waarbij een stem hypnotiserend werkt. Tung, 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 virus, 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 gevaar, 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 preventie, preventie, preventie. En dus dat die stem werkt hypnotiserend en ze kan ook maar doorbroken worden door een andere stem die klinkt. Dus er moet wel degelijk oppositie zijn op een verstandige manier. En dit is dus, het is door het rustig en niet op zwepend of haatdragend spreken, dat is het enige dat vermag om een proces van totalitarisering. Maar even dat, ja. Om je daarin te onderbreken. Ik denk dat ik dat in hoofdlijnen vanaf het begin heb geprobeerd. Maar wat je ziet is, je krijgt bijna geen ruimte om de massa echt te bereiken. Dus ik heb wel een eigen kanaal enzovoort. En ik mocht een paar keer langskomen bij een talkshow, wel met een chaperone van een viroloog die dan daarbij naast kon zitten. En daarna weet je ook bijvoorbeeld door tv-critici, zoals een Angela de Jong, die compleet hysterisch is ten aanzien van het onderwerp, volkomen weggeschreven. Hoe kan hij daar nou iets van weten? Alleen een opiniepeiler enzovoort. Maar wat je dus daarin beschrijft, ja, dat herken ik. En dus die andere stemmen, die zouden belangrijk zijn, die krijgen alleen geen ruimte. Inderdaad, ja, dat is ook typisch. Hè. Dat is die tendens van totalitarisering, die vernauwing van de aandachtsveld. En men wil ook niet wakker worden natuurlijk in zekere zin. Omdat men voelt dat dan die transformatie van angst in roes zou doorbroken worden. En dus daarom wil men niet wakker worden en wordt men zelfs agressief tegenover de stem die probeert wakker te maken. Maar toch, we mogen niet opgeven. Het is ook duidelijk dat die stem toch wat klinkt in de publieke ruimte en dat ze ook effecten heeft. Hè. Dus we moeten daar heel rustig mee verder doen. Niet, denk ik, vanuit de ambitie die te hoog gegrepen is om dat proces in één keer om te keren, maar wel om te zorgen dat het niet volledig, de maatschappij in zijn greep krijgt. Er moet een weg opengehouden worden, er moet een andere stem blijven klinken, of anders wordt het proces van totalitarisering tot zijn logische einde doorgevoerd. En dat is, als de oppositie stopt met spreken, wordt het totalitaire systeem, de massavorming, immens vreed en absurd. Dat is, de geschiedenis heeft dat getoond. Het mooiste voorbeeld is Stalin in de jaren 30, toen hij de oppositie volledig buitenspel gezet had en mondtood had gemaakt. Op dat moment begon hij zijn grote zuiveringen, die, en dat is enorm belangrijk, willekeurig iedereen raakten. Zelfs de trouwste partijleden werden gedeporteerd. Dus sociale groep na sociale groep werd gestigmatiseerd. Het had niets meer te maken of voor of tegen Stalin zijn. Iedereen viel ten prooi aan een absurde destructiedrift. Een destructiedrift die altijd de essentie is van het proces van massavorming en van totalitarisering. In de massa broeit de drang om de frustratie af te wenden door kapot te maken. En
Het is dat wat bereikt wordt als de massavorming totaal is. Dus als de oppositie monddood gemaakt wordt. Dus bij deze, echt waar, ik vraag het aan alle experts die hier eventueel zouden naar luisteren. Besef, als enkel jullie stem nog klinkt, als de oppositie monddood gemaakt wordt, besef dat je dicht staat bij het moment dat je zelf ten prooi zal vallen aan de totalitarisering. Zoals Hannah Arendt zegt, op dat moment wordt het totalitaire systeem een monster dat zijn eigen jongen verscheurt. Dat zijn eigen kinderen verscheurt. Dat moment, dat is het moment dat we moeten zien te vermijden. Waarbij we, en dat kunnen we alleen maar doen door rustig een ander geluid te laten klinken en zo redelijk mogelijk tegenover een verhaal, een alternatief verhaal te zetten, die in dialoog kan gebracht worden met het dominante verhaal. Ja, maar in dat kader van wat jij nu vertelt, zie ik toch wel dat er één uitgangsweg is die ons toch misschien hoop zou moeten geven. Dus ik ben in de hoofdlijnen van je verhaal ben ik eens. Ik vond het geweldig om dat de eerste keer van je te horen, omdat ik allerlei componenten zag. Maar toen ik jouw verhaal hoorde, viel alles als een puzzel in elkaar. Toen zag ik wat ik als losse componenten zag, kon ik ineens integraal verklaren. Maar er is wel ten aanzien van dat hele traject, komen we in een ontzettend interessante fase. Hè? Als je het als wetenschapper kijkt vanuit interesse. Namelijk, de redding die zij steeds hebben aangegeven is het vaccin. Als we, dat zou 95% bescherming bieden, maar laten we zeggen dat het 70% bescherming biedt. Wat we gaan krijgen, en dat heb ik ook beschreven rond de jaarwisseling, de omslag komt, ze waren in een fase van angst, angst, angst. Vanuit het vaccin moeten ze geven hoop, hoop, hoop. Weliswaar je te laten vaccineren door maar die angst erin te houden. Maar er gaan nu twee dingen parallel lopen in onze gebieden. We gaan naar de lente en de zomer toe, waarbij die cijfers duidelijk naar beneden gaan. Want dat hebben we meegemaakt ook de vorige keer. We gaan naar de fase toe waarin er gevaccineerd wordt. Nou, België en Nederland gaan niet zo snel als bijvoorbeeld Israël. Het interessante met Israël is dat ze daar nu al 28% van de bevolking hebben gevaccineerd. Daar moet al ergens in februari duidelijk zijn wat nou eigenlijk echt het effectieve effect is van het vaccin. Maar laten we zeggen dat het de helft doet van wat ze gezegd hebben. Dan nog gaan de cijfers allemaal naar beneden. En dan komt het. Dan komen we ergens in mei, juni, denk ik, in een situatie waar de cijfers laag zijn, waar het vaccin redelijk al verspreid is. En dan kunnen diezelfde experts niet meer gaan roepen, ja, maar dat vaccin heeft niet gewerkt. Hooguit kunnen ze zeggen, ja, in het najaar is het ook weer belangrijk om het vaccin te nemen. Maar het zou best kunnen zijn dat dat het magische moment wordt, waar toch een groot deel van de mensen uit de hypnose komt, omdat de angstcomponenten in hun eigen omgeving verdwenen zijn. Dan kan de viroloog wel zeggen, er komt een nieuwe vaccin uit Timbuktu, een nieuwe virus uit variant uit Timbuktu aan. Maar dan is de vraag, kan die paniekknop, kan die hypnoseknop weer ingedrukt worden? Terwijl de feitelijke bescherming, iedereen denkt, ja, maar ik heb het vaccin toch gehad. Ja, ik kan er niet meer ziek van. Dan zal het verhaal wel worden, dit vaccin biedt u daar geen bescherming voor. Maar ik denk dat het interessant wordt om even te filosoferen. Wat gaat er dan in mei, juni gebeuren? En wat kunnen we doen met elkaar om te zorgen dat daar de massavorming min of meer doorbroken wordt en we niet in dat desastreuze scenario geraken. Het is nu al desastreus, maar dat andere wat jij beschreef is nog een factor 3 keer zo desastreus. Wat denk jij? Dat is een goede vraag. Het is een zeer... Einstein zei, voorspellen is altijd moeilijk, en zeker als het over de toekomst gaat. Ja. En inderdaad, ja, wat het precieze effect zal zijn van het vaccin op zoveel gebieden, op biologisch lichamelijk gebied aan de ene kant, aan de andere kant op psychologisch gebied, valt moeilijk te voorspellen. Hè? Maar het lijkt er niet op dat het tot een grote passiviering van de maatschappij gaat leiden, denk ik. Want je ziet in Israël eigenlijk dat de paniek bijna nog toeneemt. Hè? Dus, en in Noorwegen bijvoorbeeld, waar er een aantal doden gevallen zijn door het vaccin. Ik zou mij verwonderen tot een doorbreken van de massavorming leidt.
eerlijk gezegd, ik vind het een zeer goede vraag. Maar even over Israël. Ik bedoel, ik heb contacten daar en ik weet een beetje hoe het daar loopt. Daar is nog steeds een stijging. Ze hebben een lockdown, maar het aantal positieve testen neemt toe. Het aantal mensen in ziekenhuizen blijft op dit moment redelijk stabiel. Maar het interessante is, daar mensen worden nu al boven de 60 is 80% voor de eerste keer gevaccineerd. Zijn deze week begonnen met de tweede vaccinatie. Nou, als je de onderzoeken leest, zou ongeveer 4 weken na de eerste vaccin, een week na het tweede vaccin, zouden mensen een bescherming moeten hebben van 95% zou het zijn. Maar dat zou moeten inhouden dat, laat ik zeggen, 2 weken daarna de 60-jarigen, 60-plussers, in veel mindere mate in de ziekenhuizen terechtkomen. Nou ja, dat moment begint, ik heb de cijfers in een model geplaatst, ik denk eind januari moet dat gaan dalen. En ergens eind februari moet het bijna complete effect van 2 keer vaccineren bij 60-plussers bekend zijn. Ze hebben 80% laat zich vaccineren, ze houden 20% over die dat niet doet. En dan betekent dat je bijna helemaal kan berekenen wat nu die echte bescherming van dat Pfizer-vaccin is. Ja. Dan kan het wel zijn, weet je wel, dat ze roepen, nou, het beschermt licht, maar niet tegen erge ziekte, maar de erge gevallen, maar ik taxeer dat van niet. En omdat ze zeggen, ja, voor de hele samenleving weten we niet of het gaat stijgen of dalen, maar de verhouding tussen 60 plus en 60 min in de ziekenhuizen, dat moet gaan veranderen. En daar kunnen ze het modelmatig uithalen. Maar nu komt het. Stel, er zijn eigenlijk 2 mogelijkheden. De ene mogelijkheid, het zal ongeveer de bescherming bieden die Pfizer zegt. En voor mij per 10% minder. Ja, dan moet het zo zijn dat ook in Israël blijkt dat het aantal ziekenhuisopnames sterk afneemt. En dan weet men ook, dan kan je gewoon modellen maken, ook bij ons en in België, hoe het gaat dalen. Mede doordat we ook de lente ingaan. Ja, en dan is de grote vraag, en dan, ja, wat moeten ze dan uit de hoge hoed halen om ons compleet in die angst te houden? En dat zie je nu al komen, want er zijn andere varianten. Mm. Nu zeggen ze nog, die andere varianten, het vaccin beschermt je er wel tegen, want je laat je nu vaccineren. Dus. En ik denk dat de volgende truc wordt, dat zodra we in voldoende mate zijn gevaccineerd en de cijfers nemen af, dan komen ze met nieuwe varianten die niet gedekt zijn door het vaccin. Want dat is nog hun ultieme manier om ons weer angstig te maken. Ja. Er is inderdaad, ja. Ja, en, ja. Ik denk, allee, ook op individueel vlak zie je dat. Hè. Ik heb ook een praktijk als psychotherapeut. En je ziet, als iemand met een angstproblematiek komt, dan vindt hij altijd wel ergens iets waaraan hij zijn angst kan blijven hechten. Hè? Dus iemand denkt eerst van, ik ben bang omdat mijn bedrijf het niet goed doet. Maar je ziet dan als het bedrijf het wel goed doet, dat hij bang blijft. En dat hij dan een ander object van angst, dat het object van angst wat verschuift. Enfin, angstproblematiek is algemeen gekend. Als angst in iemand zit, in iemand aanwezig is, dan duiken er altijd maar nieuwe mogelijke objecten van angst op. Het verhaal wordt aan de gang gehouden. En ik denk dat dat niet anders zal zijn bij onze maatschappij hier. Hè. Wij gaan, ja, ik denk dat wij in een soort op een weg beland zijn die niet zal, of in een proces beland zijn dat niet zal stoppen voor we ons grondig bezonnen hebben over de oorzaken van het onbehagen in de maatschappij voor de coronacrisis. Dat is mijn voorzichtige opinie. Met betrekking tot het vaccin zelf, zou ik zeggen, ik hoor het jou verschillende keren vermelden, de studies beloofden of suggereerden een effectiviteit van 4% of 95%, ja. Wat gigantisch was, maar dat is ook een van de problemen. En we weten allemaal dat experimentele studies, randomized controlled trials, dat die zich eigenlijk niet zo goed laten veralgemenen naar de naturalistische situatie. Een studie is altijd maar een studie. En de geschiedenis van het onderzoek van de laatste 60 jaar, van toen men pakweg begonnen is met die randomized controlled trials, met dus dat soort experimentele effectiviteitsonderzoek, heeft dat aangetoond dat men vaak, vreemd genoeg, hè, want de randomized controlled trial, dat studiedesign, lijkt een zeer eenvoudig en sluitend iets. Hè. Je hebt 2 groepen, de ene groep geef je een medicijn, de andere groep geef je een placebo. En
Je kijkt welke groep er het meest effect is. Op het eerste zicht lijkt dat een sluitende redenering die moet toelaten om, als je groepen groot genoeg zijn, perfect te voorspellen wat de effectiviteit van het medicijn is. Maar het verleden heeft aangetoond dat dat niet waar is. Hè. Dat je op basis daarvan maar beperkt kan voorspellen wat er in de reële situatie zal gebeuren met een medicijn. Ik heb daar in het verleden redelijk veel over geschreven, omtrent dat probleem in de psychologie, maar het bestaat evengoed in de medische wetenschappen. En in dat opzicht denk ik ook, ja, wat de effecten van het vaccin zouden zijn, enerzijds psychologisch, maatschappelijk, anderzijds biologisch, lichamelijk, dat zal enkel de toekomst ons vertellen. Jawel, maar... Denk ik. Ja, maar het interessant, maar dan zit er wel een interessante vraag aan gekoppeld. Het zijn die virologen, microbiologen die voortdurend roepen hoe geweldig dat vaccin is. En 95% in die studie. Nou, ik heb ook die studies gezien. Ik heb ook vraagtekens of het 95 is. Maar ja, als het 70 is of 60% is, zou het ook al iets zijn. Dus, maar het probleem is natuurlijk dat al die virologen en microbiologen zich volledig hebben gezet op 95-95. En als het nou in de werkelijkheid maar 50% is, dan zou je misschien denken, zelfs hopen, dat ook die experts door de massa worden bekeken van, ja, maar jullie hebben toch 95% gezegd en het is maar 50%. Dan moeten ze wel weer een bijzonder verhaal hebben waarom het toch maar 50% is. Zal wel weer aan ons liggen. We hebben natuurlijk wel weer iets gedaan. Ja. Maar hoe komen ze daar dan mee weg als die cijfers inderdaad beduidend lager zijn? Goh ja, dat is een goede vraag, hè, maar ik denk er zijn veel mogelijke alternatieve verklaringen. Hè. Men kan verwijzen naar eventuele mutaties, zoals je zelf zei. Men kan verwijzen naar een onverwacht groot effect van een groep die zich niet heeft laten vaccineren. Men kan verwijzen naar zoveel zaken. Hè. En ik denk eerlijk gezegd, ja. Ja. Bij een deel van de bevolking zal dat de ogen wat openen. Hè. Men zal begrijpen dat de huidige aanpak niet vermag tot een goede oplossing te leiden. Maar veel mensen zullen er blijven in meegaan. Hè. Dat is iets zeer raars, zoals ik daarnet zei. Van die blindheid is zo typisch voor massavorming. Dat we niet direct mogen verwachten dat er op die manier een weg uitgevonden zal worden, denk ik. Die cijfers, cijfers hebben iets fascinerends, hè? Iets hypnotiserends ook. Hè? Dus afhankelijk van hoe je de cijfers voorstelt, zal de bevolking en de expert samen toch weer gaan geloven dat ze greep gaan krijgen op de situatie. Hè? Dat is een zeer merkwaardig iets. Hè? Ja, ik wil graag een aparte aflevering van ons gesprek maken over juist cijfers, omdat je daar ook zoveel over te melden hebt. Maar dit onderwerp is zo interessant dat ik dat cijfergedeelte graag in een tweede gesprek een keer wil doen. Maar ik wil toch nog even filosoferen over ons staat te wachten, want dat is eigenlijk nog belangrijker dan die cijfers. Ik ben aan een bepaald moment nogal pessimistisch over alle negatieve effecten wat er nu al gebeurd is. Zelfs als we uit die massavorming komen, is er zoveel schade aangericht dat ik me afvraag hoe we dat weer een beetje voor elkaar krijgen zonder veel chaos. Maar iets anders is, als je, laat ik zeggen, mensen zoals jij en ik, die daarnaar kijken en het gevoel hebben dat wij niet een onderdeel van die massavorming zijn en proberen te waarschuwen of mensen wakker te maken. Nou, weinig effect. Er is een groep mensen die aan ons luistert en een andere groep die hekel aan ons heeft. Want alles wat jij of ik zeg is eigenlijk een bedreiging voor de zekerheid die ze voor zichzelf hebben gevormd. Daar kom je ook niet tussen. Daar hoef je ook niet de hoop hebben dat dat nu gebeurt. Wat ik alleen denk is dat die mensen wel een moment krijgen om die massavorming, denk ik, te doorbreken, zoals ik al zei. En dat moet het meest gunstige moment zijn waarop door het weer en hopelijk deels door de vaccinatie de echte bedreiging het minst is, want er zijn niet veel mensen in het ziekenhuis, er worden niet echt veel mensen besmet. En op dat moment hebben die mensen wel het gevoel, ik ben gevaccineerd en ik ben dus beschermd. Dus dan zou je zeggen, als er één moment is waar we dit scenario nog kunnen doorbreken, dit scenario naar het einde, zou ik maar zeggen, van alles wat we wilden, dan is dat dat moment waarop
de angst het minst zou moeten zijn, omdat die objectief gezien en zo individueel. Ja, ik heb nu die injectie, godzijdank, enzovoorts. Dus dan is de vraag, wat kunnen we met z'n allen doen, de mensen die het gevoel hebben dat ze van de buitenkant kijken en het wel, laat ik zeggen, niet gehypnotiseerd zijn. Dat we precies op dat moment dat kunnen doen wat de hypnotiseer doet, namelijk, nu kan je wakker worden, want, enzovoorts. Zie je daar, je bent psychotherapeut, dat zou toch ook een beleid kunnen zijn van mensen zoals jij en ik. Ja. Ja, wel, ik denk dat het ook automatisch gebeurt. Hè. Dus we hebben dat deze zomer gezien. Na de eerste golf was het aantal opnames in ziekenhuizen zeer sterk gedaald. Er stierven nauwelijks nog geen mensen meer. En je zag onmiddellijk zag je alle soorten open brieven die protesteerden tegen de maatregelen als paddenstoelen uit de grond schieten. En ze kwamen van overal. Hè. Overal kwam het protest op. Hè. Dus dat is mij zeer sterk opgevallen. Plots kwamen er zeer veel kritische stemmen naar boven. Maar ja, je zag natuurlijk. Hè, dus ik denk automatisch, hè, zie je dat de partij die zich geïdentificeerd heeft met het virusverhaal, met het hypnotiserende, dominante verhaal, dat die reageert met een krampachtige tegenreactie. Hè. Men is toen het aantal tests enorm beginnen opdrijven, zodanig dat men toch terug cijfers kon tonen van een stijgend aantal besmettingen. En dat heeft voor een groot stuk gewerkt. Hè. En de kortste keren werden er letterlijk, hè, voortrekkers van het alternatieve verhaal hier in België, zoals Lieven Annemans, werden eigenlijk werkelijk nauwelijks verholen, verweten van massamoordenaars te zijn. Hè. En terwijl men later, hè, heeft men eigenlijk voor een groot stuk toegegeven, denk ik, dat die opstoot van besmettingen in de zomer er eigenlijk geen was. Hè, dat eigenlijk een artefact was van het toegenomen aantal tests. Maar dat op een vreemde manier wordt dat vergeten, geminimaliseerd. En zo heeft men eigenlijk de zomer overbrugd. Hè. Men heeft de lute in angst tussen de lente, de eerste golf en de herfstopstoot, heeft men overbrugd door wel op een zeer artificiële manier toch grafieken te tonen van stijgende aantal besmettingen. Dus het zal inderdaad. Ja, maar mag even onderbreken daarin. Ja. Nederland is daar een heel mooi voorbeeld van. Ja. De reproductiefactor die ze berekenden ze op de ziekenhuisopnames. Ja. Dat is nog het. Van alles kan je nog zeggen. Van alle maten is dat nog de maat die misschien het minst afhankelijk. Ik bedoel, oké. Op 12 juni heeft het RIVM dat veranderd, want er waren zo weinig ziekenhuisopnamen dat de reproductiefactor zo te berekenen, ja, dat kan niet. Dus hebben ze genomen, inderdaad, het aantal positieve testen. Hmm. Waarbij ondertussen werd er wat meer getest, in het begin nog niet zo explosief veel meer. Maar ze corrigeerden de reproductiefactor niet op het aantal uitgevoerde testen. Dus de reproductiefactor had als het ware in zich. De stijging van het aantal testen werd als het ware meegenomen in de reproductiefactor. En in Nederland is bijvoorbeeld in 1 december is er in 2 weken 40% meer of 35% meer testen uitgevoerd. Waarbij dus de reproductiefactor vervolgens bij een presentatie van Van Dissel werd gezet op 1,26. Die voor een behoorlijk deel afkomstig was omdat er meer werd getest. En wat is nou het opmerkelijke? Op een gegeven moment waren er voldoende ziekenhuisopnames om vervolgens de formule weer toe te passen op de ziekenhuisopnames. Want, en wij doen dat. En we zien gewoon dat die reproductiefactor dan een factor 0,1, 0,15 lager is. Maar dat betekent wel, als hij bij hun 1,1 is, is hij bij ons 0,95. En dat betekent een stijging of een daling. Nou, daar zie je dat gebeuren. Maar in deze zomer in de aanstaande zomer zit er een extra component bij. Namelijk, je kan wel, laat ik zeggen, weer met cijfers gaan werken. Maar het overgrote deel van de mensen denkt, ja, maar dat geldt niet meer voor mij. Want ik heb een vaccin gehad. Ik ben gevaccineerd. Dus die mensen zullen bij alles wat er gebeurt ten aanzien van cijfers denken, ja, gelukkig, dat zal mij niet treffen. Dus dan is de vraag met welk. Laat ik zeggen, de twee partijen. De partijen die eigenlijk de macht willen houden die ze nu hebben. Die kunnen gaan zeggen, ja, maar het blijkt toch dat. Ja, het punt is, de bescherming is maar 3 maanden. Ook wel interessant om dan in maart te gaan vaccineren.
Want op het moment dat het weer toeslaat, is het dan over. Dus dat verhaal kunnen ze gaan houden. Mm. En ze kunnen het verhaal gaan houden, er komt een variant aan waar je niet beschermd bent. En voordat we dat vaccin hebben, is het weer het najaar. Maar wellicht, en ik hoop het, komt er ook dat moment waarop de tegenkrachten kunnen zorgen dat mensen uit dat... aan die vernauwde situatie komt. Mede, laatste punt daar nog over. Mede omdat een steeds groter percentage van die mensen gaan ervaren wat het nadeel is van een lockdown, van het nadeel is van het verdwijnen van banen. Dus die een deel heeft gewoon een salaris en denkt dat zal ik altijd wel houden. Maar een steeds groter deel zal gaan merken dat ook het financieel gevolgen gaat hebben voor. En hun kinderen kunnen niet naar school en alles. Dus het gaat toch steeds wringen. Of heb je dat gevoel dat ze dat zo vernauwd zijn dat ze ook dat niet gaan ervaren? Dat is het verbluffende. Hè? Elke historicus heeft dat beschreven bij fenomenen van massavorming, dat het meest verbluffende de enorme zelfdestructiviteit is van een bevolking die gehypnotiseerd is. Dat is ongelooflijk. Dus men heeft dat... Ja, lees de boeken daarover en dat is de meest verbluffende factor en men ontbreekt daar een stuk een goede psychologische theorie om dat te begrijpen. Maar dat is het meest verbluffende dat iedereen genoteerd heeft. Er is een immens vermogen om zelfdestructief te zijn in een massa. En ik denk echt, het valt niet te onderschatten hoor. Je ziet natuurlijk een deel van de mensen... Er zal gelukkig, hè. Er is altijd een deel dat niet meestapt in massavorming. Hè. En ik pleit altijd voor het gematigd ambitieus zijn in de zin van probeer gewoon te zorgen dat er een ander verhaal blijft klinken, maar ik persoonlijk koester niet te snel de ambitie dat het proces volledig kan omgekeerd worden. Nee, of op korte termijn. Hè. Ik hoop het, hè. Echt. Hè. Maar zelfs dan nog, hè. Ja, we gaan dan opnieuw geconfronteerd worden met alle onbehagen die voorheen aanwezig was. Je mag dat echt niet onderschatten, want hoeveel keer ik gehoord heb tijdens de eerste lockdown, van ja, het is erg, maar we komen wel een keer tot rust. En dus mensen, leden op een of andere manier, waren niet content met hun leven. En ook naar het einde van de lockdown toe, ik heb zeer vaak gehoord van we gaan toch niet opnieuw beginnen zoals vroeger. En de file gaan staan opnieuw elke dag. En dus ik denk als we de bevolking echt op een... Ja, hieruit komen, kan nooit zomaar een terugkeer zijn naar hoe het vroeger was, denk ik. En het gaat sowieso... Gaan we ons moeten afvragen welke problemen er aan de grondslag lagen van de huidige crisis. De echte grondslag, de psychologische grondslag. En ons dan afvragen hoe we daar een stap verder in kunnen zetten. Maar voorlopig, denk ik, zal dat dominante verhaal een deel van de bevolking blijven fascineren? Hoe lang? Dat is een goede vraag. Maar ik heb dan een slotvraag. Als jij ook psychotherapeut... Ja. Is de volgende. Ik hoor dit verhaal. En omdat ik het gevoel heb dat ik inderdaad niet onder die hypnose zit, hoor ik dat aan en klinkt dat heel bekend. Verklarend voor mij. Niet zozeer bekend, maar de componenten bij elkaar, die onderken ik. En daarmee heb ik ineens een compleet verhaal waarvan ik niet als een compleet verhaal heb. Nou, en er zijn mensen die hiernaar dit gaan luisteren. Gelukkig zijn er nogal wat mensen die dit soort gesprekken van mij volgen. Maar dat zijn voor het overgrote deel, of dat zijn bijna alleen maar mensen die niet het gevoel hebben dat ze in die hypnose meezitten. Nou is de sleutelvraag, en jij bent psychotherapeut, hoe krijgen we dit verhaal nu bij die mensen? Is het nu zo dat als iemand zegt tegen een vriend die in die hypnose zit, ga nou eens een uur naar dit verhaal luisteren. Wat denk je wat er dan gebeurt? Zullen ze meteen stoppen? Zullen ze het een beetje begrijpen? Of denken ze dat jij en ik eigenlijk gek zijn? Jawel. Zeer veel mensen sluiten zich direct af. Hè. Na drie zinnen verklaren ze elke alternatieve theorie als tot een soort complottheorie of zoiets. Dat is een soort stigma geworden dat zeer breed toegepast wordt. Terwijl het totale nonsens is natuurlijk. Maar inderdaad, maar je mag niet vergeten, dus eigenlijk, je kent wellicht het experiment van Asch. Ik heb dat ooit in een artikel beschreven. Een experiment van Solomon Asch. Waarin dus Solomon Asch zo de deelnemers aan zijn experiment
een figuur toont met links één lijn en rechts nog drie lijnstukken. En hij vraagt aan de mensen dat lijnstuk links. Met welke lijnstuk komt dat overeen qua lengte? Ken je dat experiment? Ja, maar vertel maar verder. Ja. Wel, enfin, mensen geven onder groepsdruk blijkbaar, dus gaven de meest absurde antwoorden. En als de ganse groep zei dat het lijnstuk links even lang was als bijvoorbeeld het derde lijnstuk aan de rechterkant, terwijl het eigenlijk maar de helft zo lang was, als de groep, de volledige groep, dat verkeerde antwoord gaf, dan gaf de echte proefpersoon, de ene proefpersoon die dus niet, waarmee er vooraf niets was afgesproken, gaf hij meestal ook datzelfde verkeerde antwoord. Dit was eigenlijk onwaarschijnlijk, als je het experiment ziet, hoe mensen onder groepsdruk dus eigenlijk tot de meest absurde overtuigingen kunnen komen. Maar wat bleek nu in het experiment? 25% van de mensen was niet gevoelig voor groepsdruk. Dus wat de groep ook zei, ze bleven gewoon het juiste antwoord geven. En dat was het juiste antwoord dat helemaal geen moeilijk antwoord was, waarvan zelfs een blinde kon zien dat het juiste antwoord was. Dus 25 à 30% bleef het juiste antwoord geven. En dan 25 à 30% ging mee in de opinie van de groep, hoe absurd die ook was, en geloofden die opinie ook. Ik moet opletten, ik ben niet helemaal zeker of dat het percentage juist is, maar ik denk het wel. Ik denk dat het een 25 à 30% was dat gewoon meeging in de opinie van de groep. En dan, en dat is interessant, er was ook een tussengroep. Er was een groep die weliswaar het verkeerde antwoord gaf, die dus publiekelijk het meeging in het verkeerde antwoord van de groep, maar die wel aangaf dat ze het antwoord eigenlijk nooit geloofden. En toen men hen nadien vroeg van, ja, maar ja, zag je niet dat dat het verkeerde antwoord was? Dan was er dus een relatief grote groep die zei van, ja, ik zag het wel en ik wist het wel, maar ik durfde het niet uitspreken. En ik denk dus, er is dus een soort grijs groep. Een groep die twijfelt, die een stukje gegrepen zit in het proces van massavorming, die er bewust misschien niet volledig in gelooft, maar die niet durft zich uitspreken. Ik denk dat dat een interessante groep is om u toe te richten ook, te zeggen van mensen, kom, hè, alstublieft, laat ons rustig naar de consequenties kijken van het beleid, ons afvragen of er niet een beter beleid is, dat de balans tussen aantal slachtoffers door de maatregelen en aantal slachtoffers door het virus kan optimaliseren. En te zorgen dat die groep meer en meer begint de ogen te openen. Dat is mogelijk, denk ik. Er is een groep die vatbaar is. En je mag niet vergeten, als je die groep een stukje kan overtuigen, dan kom je in een zone waar het proces plots kan kantelen, inderdaad. Hè. Want dus die groep die blind is, die werkelijk het blind meegaat in een verkeerd verhaal, die gaat gewoon mee. Van zodra de meerderheid anders denkt, kantelt die over. En dat is eigenlijk een groep die je zelf niet kan bereiken, maar die gewoon gevoelig is voor wat de grootste groep denkt. Dus van zodra je de grootste, of dat de groep die het alternatieve verhaal een stuk daarvoor open staat en aanhangt, groot genoeg wordt, volgt die groep gewoon de rest. En dus in dat opzicht is het typisch, zo'n verhaal krijgt plots greep op de maatschappij, maar verliest de greep ook plots. Hè. In dat opzicht, we moeten ons gewoon afvragen, ja, hoe kunnen we dat moment... Ja, maar dan is mijn les hieruit, ja, eigenlijk het optimale moment om die middengroep te bereiken en te laten kantelen, zal ergens in juni of juli zijn. Ja. En dan moeten degenen die echt het willen laten kantelen naar de goede kant, die mensen weer wakker maken, krachten bundelen en ook maximaal in de media aanwezig zijn, omdat dat, en te zorgen dat die middengroep die de balans toch de andere kant op kan gooien, bereikt wordt. En dan hopelijk gaan we weg van de heilloze pad waarin we ingeslagen zijn, met inderdaad de potentie tot, ja, verschrikkelijke gevolgen, voor zover de gevolgen nu al niet heel erg zijn. Maar goed, een groot deel daarvan zien we nog niet helemaal. Ik dank je heel erg. Ik dank je zeer. En ik wil graag op korte termijn een tweede gesprek doen over data en data-interpretatie. Want daar kan je ook heel veel dingen over vertellen vanuit je kennis en achtergrond. En daarnaast wil ik over een aantal maanden, als de situatie wellicht door vaccinatie toch wat anders aan het worden is, aan de vooravond van hopelijk het moment van mogelijkheid om te kantelen, wil ik nog een keer met jou een gesprek voeren om te kijken
Of we dan wat narcissen en bloemetjes zien opkomen, waardoor we wellicht de boel toch weer in de goede richting kunnen duwen. Hartelijk dank en graag tot het volgende gesprek. Graag gedaan en ook jij bedankt, Maurice, om mijn verhaal te laten doen. Dat is altijd prettig. Hè? Tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer.